nog even? Of is het nog even? Het is toch gewoon nog even? Ja, nog even. Nog even. Jullie zitten toch al heel lang in de muziek, maar niks vertellen, want nog even bestaat nog niet zo lang. Hoe lang bestaan jullie als nog even? Als nog even zijn we nu 2 jaar in deze server bezig. Met elkaar werken we in deze combinatie 3 jaar. Met Rob werk ik al 10 jaar. En Rob zit al 50 jaar in de muziek. En ik zit 40 jaar in de muziek. En Sascha zit 20 jaar in de muziek. Ja, maar daarom dacht ik, dat zijn allemaal mensen met bijzonder veel ervaring, want ik ken jullie uit alle hoeken van de muziekwereld. Klopt, we hebben overal gezeten, we hebben overal wat gedaan en nu zijn we bij elkaar. Nog even? Ja, sterker nog, binnenkort 8 maal. 8 maal? Ja, staan we samen. Ik heb een postertje gemaakt, iets van een presentatie van William Kruizinga. Ja, oké, okay, dat klopt, ja. Leuk, ja. Ja, ja. 7 december. Nee, ik zeg 8 maal, dat is Kaam. Ja, in Kaam. In Kaam, ja. Ja, leuk. Wat heb je allemaal gedaan precies in de muziek? Dat wil ik altijd wel eventjes weten. Trek alles over de nieuwe single. Maar... Muziek, wat ik vroeger gedaan heb, zeker. Vroeger heb ik in een Duitse band gezeten. Bandjes natuurlijk, wat speelde je? Ik speelde basgitaar toen, in die tijd. En toen heb ik 5 jaar in Duitsland gespeeld. En heb ik genoeg gehad, toen ging ik naar Nederland. En daar heb ik 22 jaar gezeten bij de Evening Stars uit de Achterhoek. Zo was het. Ken ik nog, die hebben ook singles uitgebracht. Ja, dat klopt. Ja. Hiep, hiep, hoera en nog veel andere. Luister, naar al die singles die jullie hebben uitgebracht, Feest in de Tent, Als Oma Arie, het is allemaal feest, hè? Ja. Dat mogen we wel zeggen, de nieuwe single. Feesttank, de single die nu uit is, Wat ik ook doe, gaan we straks hier zingen. Is ook een feestsingle, een lekker vrolijk melodietje. Wel een eigentijds melodietje, leuke tekst, leuke op. Waarom is het eigentijds? Wat noem je eigentijds? iTunes, iPhone, PayPal, dat soort, Lexa, dating, dat soort dingen. Weet je, wij komen nog uit de tijd, dan met carnaval, want carnaval is een aantocht, hè? Zo binnenkort 11-11 ballen, ik kom uit Brabant. Ja. Waar komen jullie vandaan? Ik kom oorspronkelijk uit Gouda, hij komt van Bali. Hij komt uit Duitsland. Ik kom uit Duitsland. Kijk, want als je uit Brabant komt, dan is vanaf 11-11, loopt het tot carnaval toe en is het alleen maar carnaval. Daar is je ook op bedoeld eigenlijk, om met de carnaval mee te doen? Nee, we zijn van de week, hebben de laatste dagen in de studio's gezeten en gemixt. We hebben 4 nummers klaar liggen en we gaan uitkiezen welke carnaval gaat worden. Of misschien 2. Mijn buik is een nummer, dus een grote kans hebben. Dat mijn buik, ja, kijk eens eventjes. Mijn buik is een carnavalsnummer wat we hebben. Maar we hebben ook Karen, er moet nog diesel in. Ook een heel erg leuk nummer. Dan hebben we Als er een feestje is. En dan hebben we Remmen los. 4 nummers waar we eigenlijk met ons hele team mee bezig zijn. Welke gaan we uitbrengen? Maar we gaan ze in ieder geval allemaal in onze feestact zetten. Dus dat is sowieso. Met carnaval spelen we ze allemaal. Ik vind het geweldig. We kijken nu al uit naar jullie optreden zometeen. Wel de nieuwe single zingen, hè? Die we nu zingen, ja, de wat ik ook doe, die gaan we lekker doen. Ja. Oké, veel succes. Dank je wel.